Wie zit hier in dit kapotte huis op de troon? Bovenop een berg. Ik zie het. Ik zie wie dit is. Dit is jouw Nintendo fans. Kijk even hoe cool. In de vorige aflevering heb ik de Charizard kracht geüpgrade. En dat ziet er zo uit. Ik ben een zieke draak geworden. Hoe vet. Doe even een duimpje omhoog voor deze super vette power-up upgrade. En abonneer als je dat nog niet gedaan hebt. En laat even weten in de comments wat jij van deze upgrade vindt. Ik vind hem echt zo sick. Kijk me vliegen, jongen. Wow. Ja, dit is insane. Kijk ook hoe hard je vuur spuugt, jongen. Je maakt ze in één keer kapot en het vuur blijft ook gewoon... Ja, ik ben nu eigenlijk geen Charizard meer. Ik ben een vliegende Typhlosion geworden. Dit is gewoon gestoord. Dit is gewoon echt helemaal gek. Oké, kom maar op met je zwaard, jongen. Kom maar, hier, ik heb dit voor je. En dan vlieg ik wel even achter je. En dan doe ik wel even zo. Ja, en dan ga je gewoon gelijk kapot. Het is gewoon gelijk klaar met jou. Dit is niet normaal. Dit is echt gestoord. Dit is veel te makkelijk. En dit is dan de Meta Knight upgrade. Die is ook heel vet. Die heb ik in de vorige aflevering laten zien. Als je die vet vond, ja, of als je dat nog niet weet, dan moet je die video even gaan checken. Maar man, die upgrades worden echt steeds dikker en dikker. Hier, jongen. Hoppakee. En waarschijnlijk kan ik dit ook gewoon doorbranden, denk ik. Als ik... raak schiet. Nee, oké, nee. Ik heb het zwaardje blijkbaar toch nodig hier. Ook helemaal goed. Dan pak ik straks die Charizard upgrade wel weer erbij. Ja, cool. Zo. Hotse vlots. Pionnetje upgraden. Of nou ja, pionnetje pakken. Het pionnetje brandt ook gewoon uit zijn hoofd. Wat vet. Oh. Oké. Ja, ik had wel eventjes moeten ground pounden hier, denk ik. Zo, hoppa. Dat had ik gelijk moeten doen. Kijk hoe lachen dit eruit ziet. Het pionnetje heeft gewoon een dikke vlam op zijn bakkes. Echt cool. Hier is de eerste Waddle Dee. En dit spel wordt gewoon steeds toffer wel, moet ik zeggen. Oh, eventjes hier deze weghalen. Postertje weg. We moeten 4 opsporingsposters weg zien te halen. Nou, en die power-ups en de level design. Dit is echt wel de leukste Kirby game die ik tot nu toe heb gespeeld in mijn leven. Eerlijk, ik vind hem echt super cool. Oh, dit zijn gewoon allemaal bazen, joh. Ja, helemaal prima. Fleurina. Ik vind het goed, hoor. Maar ja, kijk, ik ben mega Typhlosion Charizard ding. Dus ja, ik denk niet dat jij heel veel gaat doen tegen mij. Eigenlijk. Fleurinasje, wat kom je doen? Wat is je plan? Heb je een plan? Niet echt, hè, volgens mij. Nee, ja, het is alweer klaar. Het is alweer klaar, Fleurina. Ja, tot de volgende keer. Tot ooit. Dit was het. Nou, dan gaan we even gebakken eitje eten en hier naar binnen. Wat moeten we hier doen? Oké, we hebben hier de wind power-up ook nodig. Denk ik. Ah, jammer dat ik die Charizard Typhlosion power-up niet de hele tijd kan gebruiken. Want, oh. Moet ik er gewoon tegenaan vliegen? Is dat het ding? Oh ja, tegenaan vliegen en dan doorvliegen. Oké, go. Tegenaan vliegen en doorvliegen. Dat is hem. Oh, dan heel snel hier dit blikjesautomaat pakken. Doorspringen. Doorspringen. Schieten. Yes. En de tweede Waddle Dee. Hoppa. Die hebben we ook te pakken. Oké, dit gaat vrij snel. Lekker. Daar hou ik van. Lekker tempootje wel. En dan kunnen we gewoon hier naartoe. Is hier nog een opsporingsposter? Ja, misschien wel. Misschien wel. Waarom zit dit blokje hier? Ja, kijk. Slim. Slim verstopt. Oké, daar ligt een cadeautje. Ik ga wel gewoon even zo, denk ik. Of toch niet? Zal ik toch gewoon zo gaan? Ja, ik ga toch gewoon zo, joh. Scheid aan. Hop. Oh, sorry, bommenman. Sorry. Dus even kijken hoe hard dit gaat tegen deze wilde bonkers. Oh, niet zo hard. Nee, want ik stop opeens met draaien. Oh, hij begint ook te draaien, joh. Hey, laat me hier weg. Laat me hier weg. Ja, nu mis ik wel mijn Charizard power-up, hoor. Ja, dit gaat oprecht wel een stukje moeilijker. Dit is allemaal niet zo leuk. Dit is niet top. Dit is niet top, jongens, deze power-up voor een bossfight. Hier. Oké. Maar het gaat wel goed komen, denk ik. Oké, maak hem kapot nou. Klaar nou met die bonkers. Ik ben er klaar mee. Hoppa. Jeetje, dit duurde lang. Ja, doe maar even de bonkers power-up. Donkey bonkie, let's go. Oké, jij staat sowieso... Wat sta je te doen? Jij staat hiervoor. Ja, ik moet hier iets in de muur slaan, zo te zien. Kijk. Bam. Ja, top. En dan? Geheime gang, hè? Ja. Oké, hier hangt weer een postertje in de gang. Daar zo. Hierop slaan. En dan komt de Waddle Dee tevoorschijn. Gaat dit ding weg? Komt die langzaam weer terug? Kunnen we hier naartoe? Moet ik hier deze slaan? Nee. Oh, we mogen in de auto. We mogen in de auto. Let's go. Racen. Sprinten. Springen. Ja hoor, daar zijn we. What up? Deze was ook wel weer lachen. Leuke puzzeltjes wel. Maar nu, ja, ik zie het al. Nu mag ik mijn Charizard power-up weer fixen. Kom maar hier, jongen. Kom maar hier. Oh nee, Typhlosion zijn we nu. De vuurspuwende Typhlosion. Ja, ik wil zeker niet de railboor, meneer. Want die power-up vind ik helemaal niks. Oké, wie ben jij? Wie ben jij? Het is de verschrikkelijke sneeuwman. Keer 2. Oh, en de ene heeft een pijn in zijn billen, zo te zien. De ene komt op me afrennen. Oh, wow, 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 rustig, joh. Rustig, man. Oké, ze gaan helemaal los. Wat een idiootjes. Ze staan wel allebei in de fik. Dat is echt heerlijk. Eentje wordt heel boos. Ik weet niet wat die allemaal aan het... Oh, jongen. Auw. Ga weg. Wat zitten jullie nou achter me aan het rennen, joh? Ga weg. Oké. Tegen 2 is toch wel lastiger. Maar ik verbrand ze allebei. En dan is het klaar met 1 en klaar met de ander. Nice. Oké, later. Maar ik wil wel deze power-up houden als het kan. Hey. Nice. Oeh, we kunnen het ijs nu nog beter ontwikkelen. Oké. Maar eerst ga ik hier naartoe, want ik zag hier een geheim gangetje. Oh, en daar hebben we de ijskracht nodig, denk ik. Ja, daar hebben we de ijskracht nodig. Ligt hij er nog? Ligt hij er nog? Ik denk dat hij al weg is. Nee, hij ligt er nog. Top. Lekker schaatsen. En dan kunnen we hier naar binnen. Oké, wat moeten we hier precies doen, jongens? Wat is er hier gaande? Oh, ik denk dat ik deze... een duwtje moet geven, zo. En dan gaat het knopje aan. En dan... Oh. En dan moeten we deze pakken. En dan moeten we 2 keer springen. Let's go. Jump. Jump. Te grappig. Hier is nog een postertje die we weg moeten halen. Is dat de 4e nu? Ja, dat is de 4e. Nice. Is dit ook de laatste Waddle Dee? Of heb ik er nou toch eentje gemist? Ja, we hebben er eentje gemist, verdorie. Waar dan? Ik denk daarbij dat auto-level. Ik denk dat er daar nog eentje extra zat. Oh, daar. Hier beneden. Huh? Ja, weet je wat? Ik ga er gewoon naartoe zweven. Waarschijnlijk ga ik nu dood. Ik denk niet dat ik mezelf nog kan redden nu. Of wel? Wel! Oh, nice! Oké. Lekker bezig, Curbs. Nou, dan hebben we ze toch allemaal gevonden. Nice. Hier is nog een dingetje. Oh, voor een schat. Ja, lekker. Ah, dit was een leuk leveltje hoor. Met al die mini-bosses en puzzeltjes. Superleuk gedaan. Oké, dat hebben we gehaald. We hebben de Waddle Dees. We hebben de posters weggehaald. Versla de wilde Frostidioe zonder te worden geraakt. Oh. En waarschijnlijk moeten we nog een baas binnen een aantal seconden verslaan of zonder geraakt te worden. Nou ja, maakt niet uit. Ik ben tevreden. Ik heb weer wat mooie spulletjes verzameld. Deze zooiprikker bijvoorbeeld. Maar volgens mij gaan we nu een baas doen. Ja, hebben we genoeg? Ja, we hebben er wel genoeg, toch? Lekker! Ik wil hier uit! Ik wil uit het sneeuwland! Ik wil door naar een mooiere wereld waar het wat warmer weer is. Een onverwachte beestenkoning. Dit is sowieso een yeti of zo. Dat moet wel. Oké, let's go. We gaan het zien. Mag ik alsjeblieft vuurkrachten voor deze baas? Ik bedoel, het is hier sneeuwachtig, hè? Ik zou het niet meer dan terecht vinden dat als ik een vuurkracht krijg nu. Dat zou er ontzettend goed bij passen. Zag ik daar wat liggen? Nee, ik zag daar niks liggen. Dat was gewoon een lampje of zo. Oké, let's go, Curbs. Let's go, Curbs. Wij kunnen dit. We gaan richting het kasteel. Heel vet. Ligt hier vuur? Hier ligt vuur. Lekker. Give me fire. I am the dragon. Te vet. Oh, maar dit is wel episch, man. Wat een toffe entrance. Kijk hier al die kooitjes. Je ziet hier al die kooitjes waar Waddle Dees in opgesloten zaten. En daar is een troon. Wie zit daar op die troon? Wie zit hier in dit kapotte huis op de troon? Bovenop een berg. Ik zie het. Ik zie wie dit is. Dit is King Dedede volgens mij. Heel cool. Wat nice. Dit moet wel... Oh, ja hoor. Ja, dat is hem. Dat is hem. Dit is hem. Toch? Ja, man. Super cool. Oh my gosh. Koninklijke tiran. Koning Dedede. Hij is ook echt flink boos. Hij is flink boos. Ik heb zijn guarddogs al genakt. Hij heeft een flinke hamer. Oh. Ah, ik begin flink te springen ook. Oké, let's go. Pak hem. Oh, snap. Oh, snap. Hij doet even een belly pants drum op mij. Oh, oké. Ja, maar hij gaat echt keihard kapot, denk ik. Hij gaat keihard kapot. Oh, hij doet nog een jump. Oké, doe je nog een jump? Je doet er 3, hè? Waar komt je? Ah, de derde jump. Bijna op mijn hoofd. Lekker, jongen. Lekker mis. En nu kan ik je slopen, vriend. Nu kan ik je keihard kapot maken. Oké, en nu? Oké, ja, dit lijkt me wel slim om even afstand te nemen. Kijk hoe sterk die is. Hij pakt zijn pilaar beet. Hij is flink boos. I love it. Oh, wow. Het hoeft hier niet kapot, King Dedede. Je hoeft niet je eigen paleis tussen te slopen, hè? Dat is allemaal niet nodig. Oh, firepower. Hij is bijna dood. Oeh, rustig. Niet op mijn hoofd slaan. Oké, je gaat spinnen. Ja, cool. En nu had ik je kunnen slopen. Ik ga tegen je aanvliegen. Ja! Ja hoor. Daar gaat hij. King Dedede. Lekker man. Super toffe bossfight dit. Dit vond ik echt heel leuk, man. Dit vond ik echt heel erg leuk. We hebben een blueprintje voor de geleide bom. Dus een nog sterkere bom. Heel nice. Yo, kijk hem hier. King Dedede. Hey, what up? Hoe gaat het met je? Je staat een beetje in de fik. Je verbrandt een beetje. Je wordt een gebraden kippertje. Nou, jongen. Dikke doei. Ik ga deze Waddle Dees bevrijden. En dan ga ik hier weer weg. Super leuk. Maar wedden, hij komt sowieso nog een keer terug. Dat moet wel. Oh, kijk, kijk, zie je? Hij staat op. Hij staat op. Hij loopt weg. Hij is boos. Kijk hem. Hij loopt achter ons langs. Wat doet hij? Hij gaat denk ik Elfilin gevangen nemen. Ik heb wel wat leuke dingen gehaald. We moeten ook King Dedede's hamer inslikken. Super grappig. En nog iets waarvan ik niet weet wat het is. Maar kijk dan. Ja. Nee. Niet mijn maat gevangen nemen, jongen. Nee. Oh my gosh. Oh, en over... Ja hoor, als een... Pussy lekker wegvliegen, hè? Ah, ik kom je redden, Elfilin. Dit ga ik niet op mijn kop laten zitten. Nee, dit is niet het einde. Dit is niet het einde. Dit gaat goed komen. Superleuke bossfight wel, hoor. En ik dacht dus dat het een Yeti was, hè. En dan was het gewoon King Dedede. Waar gaan we nu naartoe? We gaan echt super ver weg. We moeten naar een andere wereld. Een woestijnwereld. Want daar is die jongen. Daar gaat hij naartoe. Daar gaat hij zich verstoppen. Freaking King Dedede in de origine woestijn. Oh, love it. Heel vet. Elfilin is gevangen genomen en we moeten hem hier gaan redden. En dat gaat sowieso goed komen, jongens. Als je dit nog steeds vet vindt, knal die duimpjes omhoog, want deze game wordt alleen maar beter. Vergeet niet te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!